Er is onrust ontstaan in de Willem II-gevangenis in Tilburg door de komst van de Belgische gevangenen. Werknemers vrezen voor hun veiligheid omdat de zware criminelen met achten een cel zullen delen. Dat meldt de Belgische website Het Belang van Limburg. In de gevangenis komen deze maand 150 extra Belgische gedetineerden. Op dit moment zitten er al zo'n 5000 Belgen. De gevangenen komen hierheen omdat de gevangenissen bij onze zuiderburen overbevolkt zijn.